Richard Jensen, het was niet de beste wedstrijd van dit seizoen. Nee, dat niet. Maar wel lekker om de competitie zo met een overwinning af te sluiten. We hebben onszelf teruggevochten in de wedstrijd. Karakter getoond voor het thuispubliek. Ik denk gewoon met een goed gevoel nu richting de play-offs. Dinsdag naar Rotterdam. Dus inderdaad niet de beste wedstrijd, maar toch met een goed gevoel. Een goed gevoel, maar daar zag het niet uit in het begin van de tweede helft, toen 3-1 achter. Ja, dat is ook logisch. Je staat 3-1 achter. Natuurlijk. Met welk gevoel ga je die wedstrijd in eigenlijk? Ja, de laatste wedstrijd van de competitie voor het thuispubliek. Ja, natuurlijk gewoon met plezier en energie. Kwamen we ook op een hele mooie manier op een 1-0 voorsprong. Daarna zie je het een beetje wegzakken. Maar weet je, daarna hebben we karakter getoond, zoals ik zei. Dus dat was heel belangrijk zo voor de play-off. Je hebt dit seizoen eigenlijk al op alle plaatsen in de defensie gespeeld. Nou, voornamelijk wel de linkerkant, links centraal en links back. Maar goed, soms moet je het zo ook oplossen. En dat is ons als team goed gelukt uiteindelijk vandaag. Wat is je favoriete stekkie? Favoriete wat? Favoriete stekkie in de achterhoede. Wat is stekkie? Stekkie, dat is de plaats. Oh, plaats. Ja, ik ben toch wel een centrale verdediger. Maar als het moet, dan speel ik wel links back ook. Oké, veel succes in de kanaalcompetitie zou ik zeggen. Hey, dankjewel. Dankjewel.